Dit is Hans Spemann, een Duitse embryoloog met affiniteit voor embryonale ontwikkeling. Hij was een pionier op het gebied van de ontwikkelingsbiologie. In 1924 deden Spemann en zijn studenten Hilde Mangold onderzoek naar embryonische inductie in vertebraten. Hieruit kwam de ontdekking van een organizer voort. Voor deze ontdekking ontving Spemann in 1935 de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde. Wat deze organizer precies inhoudt, zullen we nu uitleggen. We beginnen bij de basis, de embryonale ontwikkeling. De eerste stap in de embryonale ontwikkeling is de bevruchting. De eicel bestaat uit een donkere animale zone en een vegetatieve zone. En ook zijn er al bepaalde eiwitten gelokaliseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de eerste organen. Tijdens de bevruchting gaat de spermacel de eicel binnen in de animale zone en vindt er een corticale rotatie plaats. Dit wil zeggen dat er een draaiing plaatsvindt van de buitenste massa, waardoor er uiteindelijk een middellijn ontstaat. Hier zie je een corticale rotatie plaatsvinden. Na de rotatie zorgen bepaalde eiwitsignalen voor een dorsoventrale lichaamsas. Na de bevruchting en het vaststellen van de assen vinden klievingen plaats. Dit is het snelle delen van de cel naar vele dochtercellen, de blastomeren. De klievingen verlopen eerst synchroon, maar daarna lopen de klievingen in het vegetatieve deel wat langzamer. Hierdoor ontstaat er een soort luchtbel bij het animale deel, de blastocel, en wordt het embryo een blastula genoemd. Je ziet hier nogmaals de vegetale pol en de animale pol. Na ongeveer 12 weken bestaat de blastula uit duizenden cellen. Daarna gaat het embryo door de gastrulatie. Tijdens de gastrulatie wordt het embryo in verschillende cellagen en weefsels verdeeld. De ectoderm, de endoderm en de mesoderm. Deze lagen ontwikkelen zich tot bepaalde structuren in het volwassen dier. De endoderm vormt tot het spijsverteringsstelsel en de luchtwegen. De mesoderm is de basis voor het skelet en de spieren, het hart- en vaatstelsel, het uitscheidingsstelsel en een deel van de reproductieve organen. En de ectoderm vormt uiteindelijk de huid, zintuigen en het zenuwstelsel. Spemann en Mangold deden onderzoek naar de gastrulatie. Zij vroegen zich af hoe het kon dat elke cel zich anders gaat differentiëren in deze fase, waardoor die verschillende cellagen en uiteindelijk de organen ontstaan. Alle cellen bevatten immers hetzelfde genoom, want ze zijn ontstaan uit vele celdelingen van die ene beginnende eicel. Op deze vraag wisten Spemann en Mangold een antwoord te geven, in het specifiek bij de ontwikkeling van de Xenopus laevis. Tijdens de gastrulatie van het kikkerembryo ontstaat een inkeping, genaamd de blastopoor. Boven de blastopoor zit de dorsale lip. Deze lip onderzochten Spemann en Mangold en op deze plek zit ook de organizer. Dit ontdekten ze via het volgende experiment. Bij het eerste experiment werd de dorsale lip van een gepigmenteerde gastrula getransplanteerd naar een tweede. De tweede gastrula had daardoor twee dorsale lippen. Hierbij observeerde Mangold dat beide dorsale lippen vormgaven aan een Siamese tweeling die via de buik verbonden was. Een van de X-lijfjes was gepigmenteerd, omdat de dorsale lip van een gepigmenteerde gastrula kwam. Dit leidde tot de ontdekking dat de dorsale blastopoorlip in staat is om een volledig nieuwe lichaamsas te vormen, wanneer deze werd getransplanteerd naar de ventrale zijde van het embryo. Het bleek dus dat de cellen van de dorsale lip werkten als een organizer voor de ontwikkeling van het embryo. De organizer gebruikt signaaleiwitten om de omliggende cellen te instrueren om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen. Dit proces heet inductie. De organizer is verantwoordelijk voor de formatie van die verschillende cellagen, de ectoderm, mesoderm en endoderm, waarna dus ook de organen zich kunnen ontwikkelen. Voor de ontdekking van deze organizer kreeg Hans Spemann in 1935 dus de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Natuurlijk had ook Hilde Mangold hier een groot aandeel in, maar helaas overleed zij al in 1924, hetzelfde jaar van hun ontdekking. De Spemann en Mangold organizer ligt aan de basis van de embryonale ontwikkeling en is hiermee een van de belangrijkste ontdekkingen die in dit veld gedaan zijn.
Vele onderzoekers zijn hierdoor geïnspireerd om de ontwikkeling van organismen nog beter in beeld te brengen. Ook disciplines buiten de ontwikkelingsbiologie doen onderzoek naar het fenomeen. Wij mensen hebben bijvoorbeeld ook een organizer en er zijn al verschillende signaleringsroutes gevonden die belangrijk zijn voor onder andere kankeronderzoek.